Kuba Minte. 16 in. Kappen. Nog een keer. Is de ruimte wel klein? Krijgt hij hem toch nog voor? Moet hij alleen nog afgerond worden? En dat lukt niet. Die bal wordt echt als een soort kamikaze-piloot voor die lijn weggekoppeld van den Buis. Wat een actie van de verdediger. Van Nusec, Jiménez en dan dus van den Buis. En hij doet dat. Zo op het eerste oog. Ook echt op tijd. Cleries. Dit is een serieuze schietmogelijkheid voor RKC, voor de Nilo Cleries. Wiefer, Timber. En dan daar de kans. En niet de goal, want Fase zit daar nog bij. Doet hij heel erg goed. Minte daar wel heel dicht bij de openingsgoal. Is dat weer de start van een nieuwe Feyenoord-fase, zoals die eerste paar minuten dat ook het geval was. Een van de goede aanvallen van Feyenoord. Stenks. Jiménez. Wiefer. Hansko. Zelf maar een keer uithalen. Dat is een lekker zeilschot. In richting die paal gaat. Maar bij die paal ligt ook Etienne Vaassen. Nusec gaat erbij zitten. Dat is niet heel gunstig voor Feyenoord. Dat wel doorvoetbal. Daar is Fase, die is net op tijd. Maar dan ook echt net op tijd. Want hij raakt de bal als eerste. En doet dit dus goed. Maar hij speelde met vuur. De keeper van RKC. Van den Buis. Van Nusec. Jiménez. Minte. Schiet hem maar. Redding Vaassen. En dat is niet voor het eerst. Dat de keeper van RKC hier in deze wedstrijd een doelpunt voorkomt. Wiefer. Krijgt hem toch nog voor. En dan is daar een grote kans. Van Nusec. Leek hem toch binnen te kunnen glijden. Stenks. En koppen maar. En weer Vaassen. Geertruida krijgt hem er ook niet in. Stenks laat zich te makkelijk aftroeven. Ukili, Min. Zou kunnen uithalen, Min, en dat doet hij dan maar ook. Dat scheelt niet gek voor. Overtreding op Lokesa. Nee, zegt Van der Kerkhoff, bal gespeeld. Dus Feyenoord er vandoor. En dan kan het heel snel gaan. Stenks, en daar is Fase weer. En nu is Fase niet op tijd. Raakt hij de bal daar niet met de hand? Ja, dat doet hij. Dan gaat hij ook een kaart krijgen. En dat is een rode. Vaas is ervan overtuigd dat hij de bal niet met de arm of hand gespeeld heeft. Dit was volgens Van der Kerkhoff geen overtreding. Daar begon het mee. Vervolgens die paas op Stenks. Die leek perfect in de loop. Vaas reageert. Stenks lijkt hem maar toch tegen de arm aan te schieten. Ook het moment daarvoor wordt nog even teruggespoeld. Kunt u links op het beeld zien. Het moment dat Lokesa ging liggen en Van der Kerkhoff wees... Het feit dat hij geen overtreding vond. Dat is allemaal gecheckt. Het verdict is daar. De Vaassen weet dat er nog maar één wandeling te wachten staat. De wandeling naar de kleedkamer. Dat betekent natuurlijk dat er een nieuwe keeper moet komen. Dat is Jeroen Houwe. Timber. Geertruida. Meijers. Lokesa. Doorlopen. En dan maar uithalen. Heel veel andere opties heeft hij niet. Lokesa heeft toch een optie gevonden. En dat is Min. Die krijgt hem niet tussen de palen. En hoe dat kan, is een vraag die iedereen in de Kuip nu stelt.
even wat organisatie weg achterin bij RKC. Ueda en Ivanušec. En de bal weer van de lijn gehaald. Dat is toch niet te geloven. Wat die Dario van den Buis allemaal kan. Van den Buis. Andermaal. Ivanušec. Ueda. Jiménez. Hard verrassend in de korte hoek geschoten, maar Houwer zit eraan. Het is een 4-4-1 waarin RKC acteert. Kesa is een soort dubbele rechtsback geworden, maar hier heeft het te maken met Ivanušec. En die kap naar binnen en schiet, maar scoort niet. Timber. Een slim bedacht. Hatschko! Oh, de redding van Houwer. Ja, die mag wel even gevierd worden, die redding. Daar heeft hij alle recht toe. Heerlijk gedaan door de keeper van RKC. Ivanušec is daar Niemeyer voorbij. Luka Ivanušec voorgeven en niet scoren. Ueda. Hansko. En daar Timber. Timber krijgt hem er ook niet in. Krijgt hem wel voor en dan is het raak. Maar heeft scheidsrechter Van der Kerkhof aangegeven. Mag er niet gevierd worden. Hansko, Timber en die gaat er dan vol voor, maar houdt die bal niet binnen. Lokesa. Niemeyer geeft dat setje nog. Min wil hem hebben, maar er wordt verrassend in één keer geschoten door Chris Lokesa. Die bal wordt nog aangeraakt. Dan is daar RKC voor het eerst. Volgende corner. Bij alles en iedereen, maar vooral bij Mats Wiever. Een dikke 5 minuten voor tijd. De band gebroken tegen de 10 van RKC. Feyenoord wint met 1-0 van RKC. Het doelpunt van Wiever na de hoekschop van Leo Sauer zorgde voor de bevrijding in de Kuip. Slot zal zeker niet tevreden zijn met het spel. Slordige spel dat Feyenoord bij tijd en wijle deze 90 minuten liet zien. Maar het kreeg ook zoveel kansen